Vandaag wandel ik in de omgeving van Le Planay, een heel klein dorpje na Bourg Saint-Michel. We zitten hier vlakbij Val d'Isère en ik ben op zoek naar vlinders, naar dagvlinders. Zoals ik altijd op zoek ga naar dagvlinders in de zomer. Nou, hier vind je allerlei kleine weilanden die nog niet gemaaid zijn, dus ze staan vol met bloemen. En het barst hier van de vlinders. Nou, natuurlijk zie ik allereerst dambordjes. Die zie je vrijwel overal in de Franse Alpen. Die zwart-wit geblokte vlinders zweven heel mooi over de wei. Maar ik zag ook een prachtige Apollo-vlinder. En dat verraste me, want meestal zie ik die echt boven de boomgrens. Maar hier zweefde die over die bloemweide. En de zon die verdween even achter de wolken. En die vlinders bevroren meteen. Ze zaten op die bloemen en je zag ze verstijven doordat het even koel werd. En zo kon ik die Apollo-vlinder prachtig filmen. Kijk eens wat een vlinder van glas dat is. En verder zag ik er een bosrand parelmoervlinder. Die heeft een hapje gekregen van een vogel. Wat Erebia's. Nou ja, die namen heb ik zo niet paraat. Ik ga ze later determineren. Die namen vind je onder dit filmpje in de omschrijving. En verder zag ik ook nog kleine parelmoervlindertjes rondfladderen die ik niet wist te filmen. Dus die kan ik niet op naam brengen. Ik hoor trouwens, daar gaat een raaf. Ja, die hoor je hier ook te pas en te onpas. Er sprong een eekhoorn door de bomen. Even denken, had ik nog een andere soort? Ja, het is geen dagvlinder, maar toch mooi om te zien. De Sint-Jansvlinder. Die zitten samen met die dambordjes op de blauwe bloemen. Die met name, blauwe bloemen. En daar zoeken ze naar nectar. Verder vloog hier ook nog een blauwtje rond. Ik wist hem alleen van de bovenkant te filmen, dus helemaal zeker van de naam ben ik niet. Het is denk ik of een Esparsette blauwtje of een Adonis blauwtje. Maar ik moet het definitieve antwoord schuldig blijven, omdat ik alleen de voorkant of de bovenkant zie. En om hem echt te kunnen determineren heb je de onderkant nodig om het stippenpatroon vast te stellen. Nou ja, Le Planay, dit is een van de weinige echte natuurgebieden hier in de regio. Deze vallei, in dit dal, wordt vooral gewielrend. Het zijn de sportliefhebbers die hier tezamen komen. Maar de natuurliefhebbers kunnen hier rond Le Planay hun hart ophalen. Want hier vind je een prachtig, vrijwel ongerept natuurgebied waar je heerlijk kunt wandelen. Ja, en ik ben nog steeds bij Le Planay. En een soort die ik net niet noemde, maar die ik nu voor het eerst film, is het morgenrood. Dat is een lid uit de familie van de vuurvlinders. Lijkt een beetje op de rode vuurvlinder, maar is toch anders. Weet je waar je hem aan herkent? Aan de witte puntjes op de onderkant van de vleugel. Ah, het is mooi. Het zijn er twee. Leuk, want die heb ik hier in dit hele dal nog niet gezien. Op de laatste dag van onze vakantie zie ik hier dan toch nog morgenrood.